We zijn hier in de coronakapel. Een kapel, zoals u die misschien al kent, met een beeltenis van Maria de Gekroonde. Vanaf vandaag willen we ook op verschillende avonden in de week, vanaf ongeveer 16:45 tot 18:00, de gelegenheid bieden om bij het uitgestelde Allerheiligste een moment van stilte te nemen. De kapel is open, dus ook voor degenen die gewoon voorbij komen, kunnen even stilstaan om onze Lieve Heer aanwezig te weten, die er voor ons is. Vandaag horen we in het evangelie hoe Jezus zegt, als iemand naar mij toekomt die zijn vader, moeder, vrouw, kinderen, broers of zusters, ja zelfs zijn eigen leven niet haat, kan hij mijn leerling niet zijn. Dat woord haten is voor ons iemand de dood toewensen. En dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn. We zullen onze ouders moeten eren. Maar tegelijkertijd wordt duidelijk gemaakt door Jezus dat er één is die wij nog meer moeten eren. Die boven alles is. En dat is God zelf. En daarom zegt hij ook, als iemand mijn leerling wil zijn, dan moet hij zich losmaken van al wat hij bezit. In zekere zin moet al het andere op de tweede plaats komen. Een manier om dat te doen is door tijd vrij te maken voor gebed. Ook voor gebed hier bij het uitgestelde Allerheiligste, bij onze Lieve Heer zelf. Door al het andere even opzij te zetten. Onze werkzaamheden, ons inkopen, ons koken, ons praten met elkaar, onze werk van iedere dag, om hem de eerste plaats te geven. Het is niet de bedoeling dat hier in deze kapel veel, veel mensen komen. Er kunnen er eigenlijk maar 3 tegelijkertijd binnen zijn. Maar ook voor degene die even een moment wil nemen van aanbidding, is van harte welkom hier in deze coronakapel, waar niet alleen een beeltenis is van Maria, maar Jezus zelf ook in het uitgestelde Allerheiligste bij ons wil zijn.